Ik ga vanavond rollen naar huis, want ik ben vandaag patissé. Samen met Remy. Wat houdt nou precies in een patissé te zijn? Nou, patissé is eigenlijk alles wat met bakken te maken heeft. Dus denk maar aan koekjes, cakes, beslag, noem het allemaal op. Eigenlijk allemaal hartige dingen, maar ook zoete dingen. Het is gewoon heel uitgebreid. En wat ga ik aan het eind van de dag doen? Nou, jij gaat je eigen 100 dagen, 100 banen taart maken. Dus het wordt een grote taart met chocoladekrullen. Ja, die wordt gewoon heel spectaculair. Nou, Lonneke, ik heb hier wat kleine taartjes. Vanmiddag wordt het gehaald. Dus het is de bedoeling dat we die eigenlijk gaan afwerken. Nou, Lonneke, ik heb hier twee taarten. Dus dit wordt eigenlijk de bovenkant voor het frambozenmoustache. Dus wat je zometeen mag doen, we gaan hier zometeen allemaal frambozen leggen. Diepvriesframbozen zijn bevroren. En dit mortuarium. Ja. Hele rare combinatie. Je legt gewoon de hele onderkant leggen vol en dan giet je daar wat van die gelei op. En dan gaat hij uitgeleren. En dan maak je het hard en dan... Ja, en later kunnen we hem omdraaien, zeg maar. En dan kunnen we hem lossen op de taart. Dus het is gewoon belangrijk dat je altijd een beetje de mooiste eruit kiest. En de rest, wat niet mooi is, dat kunnen wij gewoon puree van maken, zeg maar. Dat is wel... Anders was die framboos ook zo voor niks geboren, weet je. Ja, dat is gewoon... Nou, ik heb hier een klein beetje decoratiesneeuw. Met zijn kontje doe ik even in die poedersuiker. Het is eigenlijk een beetje kunst ook dit, hè? Ja, het is niet zomaar wat. Nee. Mensen denken al vaak, oh leuk, een patisserie of zo. Ten eerste is het een gigantische investering. Ja, je moet goede mensen om je heen hebben. Ja. Je moet een partner hebben die achter je staat. Ja, dit is gewoon geen vak dat je zegt, ik ga het even alleen doen of zo. Er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die banketbakker of patissier willen worden. Maar het is in principe wel een beroep dat gewoon heel hard werk is. Het moet ook echt wel een passie zijn, hè? Hartstikke mooi, super. Ziet er top uit. Yes. Dan gaan we nu beginnen met hoe snel kan Lonneke deze drie taarten opeten. Een schepje van chocoladepoeder. Ja. Ja, top. Ik zie dat jij je vinger mist. Ja, dat klopt. Ja, dat is hier gebeurd in de bakkerij. Het hele topje was eraf in één keer. Maar het is wel gevaarlijk, dus ook op een gegeven. Ja, het is heel gevaarlijk. Ja, zeker. Nou, ik bedoel, als je een beetje oplet, is het nu niet gevaarlijk. Ja, top. Ja, mooi. Ja? Super. Ja, want je moet als patissier natuurlijk heel creatief zijn en precies af te kunnen werken. Maar het belangrijke is ook dat je de maquettebakkersopleiding volgt. Hè? En daarbij moet je natuurlijk ook een beetje in kunnen spelen op de trends, dat soort dingen. Het is ook belangrijk dat je kijkt van wat gebeurt er om me heen en dat je natuurlijk niet stil blijft staan. Ja. Nou Lonneke, staan we dan. Ik denk, ik denk dat je wel klaar bent voor het grote werk nu. In principe is het gewoon een ring. We gaan hem nu opbouwen met amandelbiscuit, zeg maar. Het is eigenlijk een grote beslagplak die we hebben. Mm-hmm. Dan steken we er drie plakken uit. Die blijft maar eten. Ik voel me gewoon mijn buik bol staan. En dan gaan we het één laag vullen met één laag crème suisse met frambozen. En één laagje gewoon slagroom. Dat is gewoon een smaak wat heel veel mensen gewoon lekker vinden. Weet je. Dat is gewoon eigenlijk een goede tip. Dan pak je gewoon die spuizen en dan knijp je hem als het ware door de helft of zo. Je draait als het ware gewoon zijn nek om, zeg maar. En dan heb je eigenlijk gewoon wat kleine spuitzakjes, zie je? Ja, ik pas beter in mijn hand. Oh ja, dat smaakt. Dus als hij nog steeds koud is, dan pakken we die taart en dan gaan we op een marmeren lange steen gaan we daar een chocoladeband gaan we uitstreken. Die snijden we dan, die vouwen om de taart heen. En dan gaan we nog daarop een chocoladekrullen maken. Witte chocoladekrullen. Ben je tevreden? Ik ben heel tevreden. Ik vind hem super mooi. Ik vind hem netjes gemaakt. Top toch? Ja, ik ben zelf ook tevreden. Ja, het is een mooie taart hoor.